Beste kijkers, welkom bij onze nieuwe Poortflash. We laten je delen in de fijne momenten van de voorbije maand en willen je ook graag enkele agendatips geven voor de komende maand. Graag willen we even promotie maken voor onze nieuwe voorjaarsbrochure. Je kan er de 100 activiteiten ontdekken die we aanbieden in het voorjaar. Ze zijn netjes geordend in rubrieken en een praktische kalender op het einde geeft een mooi overzicht van al de activiteiten. Je kan de brochure vinden op de homepagina van de website, maar als je jouw naam en adres bezorgt aan agnesvandesteen@gmail.com, sturen we ze graag met de post op. Een andere nieuwe manier om goed op de hoogte te blijven is ons wekelijks filmpje De Sterren van de Week. Je kan het bekijken via Facebook of op ons YouTube-kanaal en je vindt er alle hoogtepunten van de komende week. Wekelijks is er op maandagmorgen een nieuwe versie te bekijken. Kom je toevallig langs in het onthaal in de Clemenspoort, dan kan je even kijken naar ons infoscherm, waar je ook de activiteiten van de dag en van de week kan ontdekken. Januari was alweer een boeiende maand. Luc Humblet heeft ons toonaangevend gebracht. Een boeiende presentatie over het leven en werk van Toon Hermans. We laten hem even zelf aan het woord. Toen gebeurde er iets wat ik zeker niet had verwacht. De clown kwam mijn kant op. Met koddige stapjes hupte hij door het gele zand en ik kreeg een schok, want hij stapte over de rode pisterrand en stond plotseling vlak voor me. Met die wonderlijke kinderlijke blik onder de grote, zwart-wit geblokte pet. Oleg Popov. En dat is het keerpunt geweest. Wat doet hij? Hij gaat naar het publiek toe. Hij betrekt de mensen in de zaal erbij. Hij laat ze meezingen. Hij laat ze knipperen. Hij laat ze zwaaien. Hij gaat met het publiek. Dat was al een beetje begonnen eerder, maar nu gaat hij met zijn publiek volop in contact. Maar hij wordt nu vooral een vriend. De tuinman Christoffel was zat normaliter. Hij lag naast de schoffel en was als een gieter. Het concert Onderweg opende ons de ogen voor de problematiek van kinderen op de vlucht. Hoi, ik ben Matoen. En ik woonde met mijn familie in een stad dicht bij de zee in Syrië. En elke zomer brachten wij heel wat weekends door aan het strand. Samen met mijn zus Marian en mijn jongere broer Amjad renden we dan achter de vogels aan. We gingen een poortje baden in het lage water. Of we sprongen samen met papa over de golven. Psalmenproeven was een geslaagde avond waarbij priester Wouter de Ruwe, die in ons Clemenshuis woont, ons zijn psalmvertaling heeft laten ontdekken. Eigenlijk kunnen we zeggen dat de psalmen de Negro spirituals van de Bijbel zijn, van het Joodse volk. Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven, als ik aan jou niet meer ben. Of, ik weet niet eens of het juist is om te zeggen naar God, soms weet ik het niet eens meer. En kan ik alleen nog schreeuwen. Als mensen al 3000 jaar van psalmen leven, dan moeten we niet denken dat wij met een keer een avond over de psalmen de volle rijkdom van de psalmen kunnen ontdekken. Dat gaat niet. Hè? Maar we kunnen natuurlijk altijd een aanvang nemen. En de smaak te pakken krijgen. En dan aan het eten en herkomen gaan. Minder ben jij nog.
project Onderstroom, gedragen door Katja Mercelis, heeft ons laten kennismaken met de diepte en rijkdom van een gedichtenschat van de overlevend partner van Katja, Jos de Lisse. We laten haar even zelf aan het woord. Zo, dit is de Onderstroom, de publicatie. 18 losse kaarten met gedichten en gedachten van mijn man Jos de Lisse en schilderingen van zijn zus Angela. Ik heb dat op 1 februari mogen presenteren in de Parel. Ik ben er ook dankbaar voor. Het was de gepaste plaats om het te presenteren. Een plaats waar ik mij thuis voel. Onderstroom is het een geschenk van het leven. Mijn man is in maart 2016 overleden. En hij heeft gedichten nagelaten. Het is een heel proces geweest om daartoe te komen. Maar in het proces heb ik ook tochtgenoten gevonden. En dat was ook de zus van Jos, Angela, en de vormgever, een vriend, Ruud. Het is een geschenk dat we willen doorgeven. We willen niet dat het een bundel wordt die in de kast in de bibliotheek verdwijnt, maar dat de mensen hun kaarten laten verder stromen. En zo de mensen inspireren. Op 20 februari starten we opnieuw met de zondagsparels om 19:30 in de Parel. Een kans om biddend, verstillend en zingend ons samen voor te bereiden op Pasen. Ze gaan elke zondagavond van de vasten door. Op 26 februari om 20 uur is er de Aswoensdagviering in de Parel. Op 27 februari is er om 19 uur Alfa. Je kan nog altijd instappen in dit boeiend traject om te ontdekken wat de zin en betekenis van het leven is en hoe ons geloof hierbij een bondgenoot kan zijn. We eten eerst samen, krijgen dan een impuls en praten verder in kleine groepjes. Op 28 februari om 20 uur in de Parel kan je kennis maken met zuster Jeanne de Vos, haar missie en haar leven. 7 maart hebben we onze iLab-dag van 9:30 tot 17 uur rond het thema Pastoraal durven innoveren met Jurgen Maubach uit Aken als keynote-spreker. Op 16 maart om 19:30 geeft Ilse Kermans een presentatie over de mystiek van het lijden. Tot slot onze uitsmijter voor februari. Om anderen te kunnen bewegen, moet je zelf bewogen zijn. Voor alle andere activiteiten verwijzen we zeker naar de agenda op onze website www.clemenspoort.be. Je vindt daar ook alle info om een zaal te huren of om vrijwilliger te worden.